Hoogstam fruitboomgaarden zijn onderdeel van het Limburgs cultureel erfgoed. Maar dat niet alleen. De bomen houden water vast. En het fruit is voedsel voor insecten en dieren als egels en dassen. Doet ik al iets vermoeden? Je vermoedt al iets, hè? Nou, voor straks voor bij de koffie, hè? Nou, ik heb koffie meegenomen. Oh, dat is wel heel fijn, ja. Kijk. Want dat heb ik vanochtend niet gered. Ik heb een koffiepotje bij me. Want die fruitboomgaard, je zegt dat hoorde altijd bij de... Dat moest bij de hoeve. De boerderij was zelfvoorzienend. Er was geen supermarkt. Die zijn pas veel later gekomen. Ja. En dorpen hadden niet heel veel winkels. Ze waren, en het heeft ook met geld te maken natuurlijk, ze waren zelfvoorzienend. Maar dit zijn een van de oudere hoogstamboomgaarden. We komen voor de boomgaard, maar we zijn in Limburg, dus eerst koffie met fly. En dan komt zo'n natuurfilmer ook direct uit de bosjes. Dit is Limburgs, dit is Haags. Oh ja, nee, dan doe ik Haags. Ja, ja. Ja, Limburgs is hup, groot, het grote gebaar. Mannen. Nu wil Michel de ladder omhoog. Moet ik hem neerzetten? Ja, oké. Kijk, zo ging dat. Het ladder steken. Maar je zet hem dus niet tegen de stam. Je zet hem gewoon tegen takken. Ja, en een vee, en zeg maar. Is dat dan veilig? Ja. Doe maar langs dan. Ja, maar dit is toch je ware. Gewoon in Limburg. Takken breken niet af. Ja, is goed. Want is het bedoeld dat het steeltje meegaat? Het steeltje gaat mee. Oh, leuk is dit. Achter je honger pakt weer. Ja, Michel, ik doe mijn best. Daar ben ik nog niet aan toe. De meeste hoogstamboomgaarden waren niet rendabel en moesten verdwijnen. In plaats daarvan kwamen laagstam fruitboomgaarden. Honderden hectare werden gehakt om voor een deel plaats te maken voor de moderne boomgaard. Het plukken gaat daar gemakkelijker. De fruitteler past zich aan, moderniseert, zoekt nieuwe wegen. Ik hoor al iemand op de achtergrond een peer snel opsmikkelen. Is die lekker? Ja, is die al goed? Jij durft dat. En wat is dit nou voor boom? Het is een, ik was even in de war, want ik dacht eerst dat het een peer was, maar het is echt een kers. En volgens Michel, onze kenner ook, is het Michel. Edelvinger. Ja, Michel. Ja. Ja. Michel, een edel, kom er even bij. Een edelvinger, ja. Hè? Edelvinger, zeiden ze. Edelvinger. Maar het is eigenlijk Hedelvinger. Ja. Ja. En die stevige kersen zijn dat, hè? Hele lekkere, stevige kersen. Ja. Dus, ja. Iedereen was er helemaal over de toer van dat het kerstseizoen begon om die kersen te bemarkten. Dus, ze kwamen van heinde en verre voor de Hedelvinger. Ik kwam zo heinde en verre. Ja. Dus, dat was kort vooruit, dat was het bezwijpen, bijvoorbeeld de kersenkermis vroeger. De kersenkermis? Ja, de kersenkermis georganiseerd in de wei. En gelijktijdig werd de kersen verkocht. En zo had ieder buurtschap toch een aandachtstrekker. Om het fruit kwijt te raken. Hè? Ja, ook verderop hadden ze misschien de perenkermis. Ja, en precies. Ja. Vandaar ook alle andere verschillende maanden met kermissen. Want er zijn allemaal verschillende maanden zomers hier. Ja. Hey José, waarom doen wij nou zo opgewonden over hoogstam? Ja, ik vind het fantastisch. Maar... Het is een onderdeel van het hele cultuurlandschap. Daar is het een onderdeel van. Dus het staat niet los van de rest. Het hoort bij de Hollewegen, het hoort bij de Meidoornhagen, de Sleedoornhagen. Dat hoort hier allemaal bij het Schuldal. En het heeft een mooi voordeel. Het houdt het water vast. Dus in deze tijd met droogte en is het wel fijn dat er hagen zijn en grachten zijn die het water vasthouden. Nou, ik zag je net al op een peer knabbelen. Leek mij keihard, maar die kan je nu al eten. Oh. En die smaakt goed. Maar dan ga ik er zo direct nog even eentje proberen. Oh, zo hard is hij niet. Ik ga voortaan harde peren eten. Oké, nou je weet nu waar ze hangen, dus je weet de weg. We weten voordat we naar Mechelen moeten. Dan loop je even door die hoeve. Dat mag van José. Dan ga je gewoon lekker harde peren eten. Ja, je belt José even.